Een heel goede avond en hartelijk welkom bij de derde livestream alweer dit seizoen van onze Proximus Cycling E-Series League. We gaan straks neerbelanden in Portland. Kenny, ben jij iemand die thuis af en toe indoor fietst voor het scherm? Want het is hip, het is in. Hè? Echte wedstrijden heb ik zelden gereden, maar vooral mijn trainingen echt wel afgewerkt, ja, virtueel. Voilà, ondertussen zijn we eraan begonnen, de start is gegeven. Ben jij iemand die vastgepind zit op wat training, op cijfertjes, op wattages, op metingen? Want meten is weten, hè? Ja, een evolutie kan je het wel noemen, Nico. Want ik was totaal niet zo iemand en ik ben geëindigd als een regelrechte autist als het komt op trainen, op wattages, op power. Ik zie dat het vrij steil naar boven begint te gaan, dat dit terug een heel lastige plek is op het parcours. Maar ik heb de indruk dat jouw aanmoedigingen van daarnet stimulerend werken. Ja, klopt. Ik kon daarnet nog de sponsor lezen op zijn broek, maar nu kan ik het echt niet meer zien. Zijn benen gaan veel te snel over het weer. En dat mag nog een beetje sneller, hè, Basiel. Kom op. Oh, kijk, voilà. Type Kaas is dit die we in beeld krijgen. Type die... Hij is zelfs kopman op dit ogenblik in de wedstrijd. Hij is de man, Kenny, die blijkbaar weggereden is op dit ogenblik. Dit was de gekende rode vod daar onder de boog van Cycling Vlaanderen. We zitten in de slotkilometer, Kenny. Veel zal er wellicht niet meer te doen zijn aan Type Kaas. Voilà, ik denk dat de boog daar stil aan het opduiken is en dat we bij deze de winnaar mogen feliciteren dat Type Kaas bij deze als winnaar mag uitgeroepen worden. Hij is binnen. Wat ik wel de laatste jaren gedaan heb, omdat ik merkte dat er heel veel pottenkijkers zijn op Strava. Ik heb ook mijn wattages verbergd. Ik begon wel mijn trainingen te analyseren aan de hand van de wattages dat ik trapte. Voilà, we wensen ondertussen alle deelnemers heel veel succes. The best of luck, guys. We have a first attempt, a first attack in this race. Coming by a Brit, from a British rider. En we zien opnieuw wat dingen gebeuren daar vooraan in het peloton. Er zijn er, kennen die niet wachten op de klim, hè? Ja, het ziet er een beetje een geplande aanval uit. Want ze hadden, is het toeval dat ze alle drie dezelfde uitrusting aan hadden? Alle drie die oranje helm, dezelfde trui. Kijk. Die kunnen ze zelf kiezen, die truitjes. Dus zij zijn zelf dan met vier, dus goed getimed. Nog jongens in moeilijkheden. Ja, het begint te rekken, hè. Dit is een eerste schifting. We zijn trouwens onder de rode vod gereden nu. En ik zie toch dat Christophe Thiem nu alles in het werk aan het stellen is om weg te rijden. Come on, guys. The big final is coming up. En ik zie daar al een zegengebaar, zelfs een Tarzan-kreet. De big winner is Yuri Sports. En die is helemaal tot het einde geweest. Ja, ik heb opgemerkt dat bij de dames, de leidster, Julia, dat zij de twee voorbije edities al gewonnen heeft. Klopt. Maar natuurlijk is het zaak om dat vol te houden tot in maart. En dat is niet zo heel simpel. En ze zijn eraan begonnen. En ik zie als een pijl uit een boog Pia Koemer wegschieten. This is the living room of Gabriella Schumann. Good night, Gabriella. Toch een zwaai en een glimlach. Dat moet terug een zwaai richting Kenny zijn geweest. Kan niet anders. Ja, ik denk het ook, Nico. Ik denk dat het even naar mij gericht was. Thank you for waving, Gabriella. Julia Schallau onder meer. Met Gabriella Schumann ook als uitdaagster. De Duitse dames die dus als topfavorietes aan de wedstrijd zijn begonnen. En ze zijn nog aan iets begonnen, Kenny. Ze zijn aan de klimming begonnen. Dan wil ik nu toch zien dat Julia Schallau verder aan het wegrijden is. Daarnet was het nog een 50 meter. Ze heeft al voorsprong ondertussen bijna verdubbeld. Ze is ondertussen de streep voorbij, denk ik. Dus Julia Schallau officieel winnares van deze wedstrijd. Congratulations, Julia.